Breda Nu. Je weet het meteen. Op station Breda hebben 8 vrijwilligers gewerkt aan het Playmobil-dorp Happy Station. Vanavond wordt de burgemeester benoemd en het dorp officieel geopend. Nou, ik zie dat er zojuist nog een aantal mensen bijgekomen zijn. Van harte welkom. We zijn hier voor de officiële opening van het kerstwinterdorp Happy Station. Een speelgoeddorp van Playmobil. Maar er komt dus een nieuw dorp bij. En in overleg met de huidige burgemeester is er besloten dat Marlies Dreese aangesteld gaat worden tot de nieuwe burgemeester van dit dorp Happy Station. Hierbij verklaar ik, Marlies Dreese, dat ik als burgemeester van Happy Station de onafhankelijkheid en het grondgebied van het dorp zal beschermen. En met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Hiertoe zal ik alle middelen aanwenden die mij tot beschikking staan. Dat beloof ik. Dan ga ik jou hierbij benoemen tot burgemeester van Happy Station. Dat betekent dat jij de ketting omkrijgt. En ik hoop dat je hem met verve zal dragen. Gefeliciteerd. Dank u wel. Wauw. En dat betekent ook dat ik u als burgemeester het woord ga geven. Nou, dat mag. Het is een droom die uitkomt. Ik heb dit eigenlijk altijd al gewild. En wat ik ook heel fijn vind, dat ik geen college heb en geen raadsleden. Ik kan lekker alles samen met Patrick beslissen. En ik zeg hierbij, het is natuurlijk mijn eigen dorp, dus ik moet het ook heel erg promoten, zal ik ook zeker doen. Maar we hebben een nieuwe attractie erbij in Breda. Tot en met eind april een nieuwe attractie. Daarom. Jij mag het die kant ophalen. Trek ik. Yes! Ja. Klaar, het dorp hierbij wordt geopend. Waarom hebben jullie een Playmobil dorp gebouwd? Nou, dat heb ik niet gebouwd. Hè. Ik ben burgemeester. En ze hebben mij gevraagd om burgemeester te worden. Dit is een lege ruimte. En Patrick heeft ontzettend veel Playmobil spullen. En die heeft het eigenlijk verzonnen om dit te gaan doen. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik zei al, we hebben er een nieuwe attractie bij. Hoe voelt het om burgemeester te zijn van het dorp? Trots. Ik ben ontzettend trots dat ik met deze ketting allemaal Playmobil poppetjes burgemeester mag zijn. Tot wanneer staat het dorp? Eind april. Dus dat is nog heel lang. En hij heeft morgen al heel veel landelijke pers ook. En met spoorwegen heeft hij contact die het misschien opnemen in de daktochtenprogramma voor de kerst. Dus ik weet zeker dat dit heel goed zal gaan. Zeker de eerste tijd natuurlijk, want ja, mensen hebben straks vakantie. Kunt u iets vertellen over de stichting? Nou, de stichting Happy, die is door Patrick en de zijne in het leven geroepen om projecten te verzinnen waardoor de maatschappij wat leuker en vrolijker wordt. En daar is het om te doen. Dank u wel. Playmobil is gewoon leuk en het roept iets terug van de kindertijd. Gewoon iets waar je om gaat lachen. Een positieve tijd. Tenminste, dat is bij mij. En ik hoop dat het bij meerdere is. Als ze hier komen kijken, dat ze dan denken van, oh, daar speelde ik vroeger mee. En gewoon dat ze denken van, oh, leuk. Dus dat idee eigenlijk is hetgene wat erachter zit. Hoe is Happy Station tot stand gekomen? Happy Station is tot stand gekomen omdat ik voor Stichting Elisabeth hier in Breda altijd decors maakte voor tv-uitzendingen voor Elisabeth TV. En dan zaten er altijd een hele hoop ouderen om me heen. De hele dag te kijken hoe ik daarmee bezig was. En dat was voor hun een activiteit. Terwijl ik eigenlijk bezig was. Maar dat vond ik gewoon leuk. En toen kwam ik eigenlijk met dit idee aan. Zo van, ik wil een kerstdorp bouwen. In eerste instantie van kleine kersthuisjes. En toen had ik zoiets van, ja, waarom eigenlijk kleine kersthuisjes? Dat heeft intratuin en noem maar op. Laat ik het met Playmobil doen, dacht ik toen. Ik heb nog wel wat Playmobil op zolder. Achteraf wist ik nog helemaal niet waar ik aan begon. Dus de afgelopen 6 maanden ben ik echt flink op marktplaats aanbieden geweest. Op de juiste dingen voor mezelf. Zo van, dat kan ik gebruiken voor mijn dorp.